Reber, uh, hoe kwam je op het idee eigenlijk om uh, Sidik en zijn zoektocht naar de luipaardpanten te filmen? Uh, ik heb kennis gemaakt met Söder in 2013. Uh, nadat mijn afstudeerfilm Lokrop was geselecteerd op het Internationaal Filmfestival in Koerdistan. En in mijn film komt een vogeltje voor, Patrijs, En hij dacht, ik ga een natuurfilm kijken. En, en <coughs> dat was niet het geval in ieder geval. En zodoende heb ik op festival kennis gemaakt met hem en zijn verhaal blijft hangen bij mij. En wij als makers, ja, we hebben zo'n notitieboek, noteer je dingen en dan ga je twee, drie jaar later kijken en denk je, wauw, weet je, die man die komt steeds terug in je hoofd. Dus ik ben bij hem op bezoek geweest en ik heb zijn leven een beetje onderzocht, en zonder enkele idee, zeg maar. En ik kwam achter dat het een bijzondere man is en dat het bijzondere werk uh, verricht wordt door hem. Ik dacht, ja, deze verhaal moet verteld worden. Dit is ook voor mij betekent eigenlijk dat de tijden veranderd zijn: dat het mensen met hun tijd moeten meegaan. Uh, mijn opa is, uh, um, uh, heeft toen zijn laatste adem gestreden zeg maar, voor de Koerdische kwestie. En Sadr en zijn familie zijn dorp is 16 keer gebombardeerd door uh, het regime van Saddam. En die moesten ook jarenlang vluchten, onderduiken. Het is ook een beetje eigenlijk mijn verhaal. Ik dacht, ja, dit is een nieuwe generatie die uh, juist op andere manier voor zijn eigen land wil opkomen. Ik met mijn camera probeer ik verhalen te vertellen over de uh, Koerdische kwestie. En hij wil eigenlijk land beschermen op een bijzondere manier, dus als een natuurbeschermer. En... Vond, vond hij dat meteen goed uh, om de hoofdrol in jouw film te, uh, te zijn? Uh, er waren, uh, uh, nou, in eerste instantie, uh, nadat ik eigenlijk het gevoel had dat hij kan deze film dragen, heb ik volgens ik wil graag jouw verhaal gaan vertalen naar film. Um, in eerste instantie was hij voorzichtig mee. mij en hij wilde ook, eigenlijk wat ik deed, hè, onderzoek doen naar zijn leven, hij wilde ook hetzelfde doen bij mij. En ik denk hij heeft hij wel een tijdje gehaarzeld en uiteindelijk heeft hij ja gezegd. En hij zag ook de schoonheid in het verhaal, hoe wij gaan samen maken. Maar aan de andere kant, hij wilde ook een, op een, op een ander niveau aandacht gaan vragen voor zijn kwestie. En op dat opzicht was hij eigenlijk uh, voor ons beide bingo, heeft hij ja gezegd. Ja. Je keert st steeds terug naar jouw land, naar Koerdistan, om films te maken. Ja. Uh, vertel daar eens wat over. Uh, ja, hebben wij veel tijd, zou ik zeggen. <laughs> uh, Koerdistan, ja. Um, uh, wij zijn het uh, enige volk uh, met 40 miljoen zonder een eigen land is. Uh, Koerdistan is 1923. In lozen, uh, door westen eigenlijk in, in vier stukken verdeeld. Uh, we hebben een deel waar, waar, waar Koerden eigenlijk Rojava noemen. Het is het westen van uh, het land, het is noord van Syrië. Je hebt noorden van Irak, is andere deel, autonomie Koerdistan. Je hebt zuidoosten van Turkije, andere deel van Koerdistan is, en Rochalaat, uh, Iraanse Koerdistan. Uh, alle vier delen hebben wij strijd en wij proberen zelfstandig te zijn. Uh, een vrijheid uh, vechten wij voor de vrijheid en wij willen gelijke rechten eigenlijk in eigen taal. Onze kinderen, onze vrouwen, onze broeders kunnen in eigen taal, eigen cultuur kunnen leven. En in alle vier delen uh, Koerden worden uh, onderdrukt door de machthebbers, door de Turkse overheid, Iranse overheid. Uh, Syrische overheid. Het enige deel dat nog um, eigenlijk um, uh, hoofdvol is, is uh, het um, noorden van Irak, ander andere deel van Koerdistan, waar ik zelf vandaan kom. En wij hebben vanaf 1992 uh, uh, autonomie: eigen regering, uh, eigen vlaag. Uh, kinderen mogen in eigen taal uh, onderwijs krijgen. De film is ook in, in het Koerdische, hè, de taal die we horen is Koerdisch. Het is Koerdisch Beidini, ja, dialect. Uh, in het noorden van Irak, uh, in de bergen van Koerdistan, uh, waar ik zelf ook vandaan kom, waar ze er ook vandaan komt. Dus het verhaal van Sidik is natuurlijk, dat heeft iedereen ook gezien die de film net zag. Um, het prachtige verhaal over als er een, een panter wordt gevonden, kan het, land, kan het land vrij zijn? Het kan het land in ieder geval, kijk, wij, zijn, wij voelen ons vrij. Maar er zijn internationale regels waarvan ieder land eigen grens, officieel eigen grens heeft. Wat mij betreft ben ik vrij persoon. Als Koer ben ik ook. Want het is ook eens een soort kwestie voor Koerden. Dus als je tien keer zegt tegen iemand: uh, je bent een dom, mensen gaan zich ook zo gedragen. Maar wat mij betreft, wij moeten met 40 miljoen Koerden ons vrij voelen. En psychologie is van koorden nu, ik ben onder druk, ik ben onder druk, ik ben onder druk. En zo voel je je, zo gedraag je Onze lieden gaan allemaal daarover. <laughs> Onze films gaan... Nee, je moet ook een beetje, vind ik, het is een kritiek naar mijzelf toe, we moeten ons vrij voelen. Niet met de psychologie van vijand mee te gaan. Dus ik voel mij vrij. Uh, en een en een ja, panter voor mij is een hoop. Inderdaad, iets wat niet is. Maar Panther is ook verhaal van elke koort die eigen land beetje wil bouwen, die ergens voor staat. En een Panther is een unieke, unieke uh, diersoort, ook een beetje bedreigd wordt. Nou ja, dat kan je ook zo'n beetje als metaforisch bekijken. Um, die hele mooie lange scène in het begin van de film in de sneeuw, um, die lijkt er bijna voor ons te zijn om ons aan het landschap te laten wennen, aan de rust en de stilte, maar ook aan het tempo van de film. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk daar uh, zijn een paar elementen voor mij. Eén, um, landschap, de schoonheid van een landschap laten zien. Dat is één. En niks voor niets heb ik ook voor de winter gekozen, zeg maar, om die beelden begin van een film te laten zien. Maar het is ook reis wat elk kort meegemaakt heb, die moeilijke reis eigenlijk, uh, wat we keer op keer gevlucht zijn. Uiteindelijk, uh, als het vrede is, iedereen komt terug. En dat was zo'n beetje de gedachte van mij. Uh, Siddiqui is ook gevlucht en na lange uh, uh, zoektocht komt hij uiteindelijk terug. En, en dat moet niet een uh, kleurrijke lente zijn, maar in een moeilijke, witte, bijna gevoelloze moment moeten zijn. Heel moeilijk. En in dat moment kies ik uh, om film te openen. Zo komt hij ook, een beetje zoekend, een beetje moeilijk, komt hij doorheen. En dan iets wat een beetje wazig is. In een mist komt steeds, wordt het helder. Zodra wij close dicht bij hem zijn, zien wij zijn gezicht wie de persoon is, wie de hoofdkarakter is. En vooral ook heel mooi neerzetten. En daar hou ik heel erg van, maar ook uh, de schone, schoonheid van het land kan je laten zien. En zodra hij. Ja, dan moet je misschien dingen niet uitleggen, maar dat ga ik toch doen. Zodra die moeilijke tocht heeft hij achter de rug. Volgende shot beginnen wij met een landschap eigenlijk wat moeilijkheid achter de rug is. Sneeuw is weg, mistig is weg en het is een prachtige land uh, een beetje chronisch. Nog niet helemaal helder, maar toch hij maakt een nieuwe stap. Zo gaat die Koerdistan in en toch met die moeilijke reizen enzovoort enzovoort te maken. Heeft. En je geeft ons de liefde voor jouw land onmiddellijk mee, omdat het zo oogverblindend mooi is en het... zo mooi op cinemascope, het breedste ja. formaat gedraaid. Ja, uh, daar hou ik heel erg van. En een, uh, ik heb hem ook heel bewust voor een cameraman gekozen, Roy van Eymond, die jong is, uh, die heel mooie scherpe oogje heeft voor details en die zich wil ook bewijzen. En, en dat was voor mij ontzettend, een ontzettend mooie combi. Ik dacht ik, ja, voilà, bingo, hij kan het wel, hij gaat dat ook. Wat ik denk, wat ik wil, kan hij op juiste manier vertalen naar Belden. Want op dat formaat draaien is een beetje voor de, voor de van onder de regisseurs en de cameramannen, toch? Het dat, dat, dat is niet makkelijk om zo breed te draaien. Zeker niet. Uh, ook, vooral als je de eerste keer samen gaat werken. Uh, maar ja, gek genoeg, dus als je. Als je klik hebt met elkaar en, 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 en vanzelf de soort films houdt en details en heb je niet heel veel nodig om met elkaar te uh, uh, overleggen. Uh, wij waren snel met elkaar eens en uh, voordat wij gingen draaien eigenlijk even een beetje rondkijken en dan uiteindelijk merken dat het met elkaar uh, gevoel, op gevoelsniveau dat je met elkaar eens bent en dan draai je camera en dat is hem. Voilà. Je, je bent niet heel erg van de camerabeweging, hè? Niet in deze film. Um, ja, weet je, voor mij uh, en een schoonheid van documentaire is eigenlijk uh, een observerende documentaire. Ik hoop van dat het uh, mensen ruimte te geven, vooral kijkers, uh, dat ze moeten goed kijken. En stel je voor, uh, je hebt een karakter die heel veel zoektochten maakt, die lange reis maakt. Hij is een gids in de bergen, waar ook niet heel fijn kan je lopen. Je kan ook kiezen voor een handheld te draaien, maar dat is voor mij heel erg choquerend. En hij loopt, wij lopen ook met hem. Het is voor mij één op eind gevoerd. Maar je kan ook kiezen voor wat ik nu gedaan heb in een de Panther. Vooral camera neerzetten. En dan kan hij kader in komen en kader uitgaan en die schoonheid ook laten zien. En ook uh, met mij samen, uh, dat de kijkers kunnen ook genieten van wat wij daar gezien hebben en gevoeld hebben. Ja, je geeft ze echt, echt rust daardoor. Ja. In je film krijg je verschillende ontmoet ontmoetingen in die bergen uh, aan elkaar. Hè? Uh, uh, en samen vertellen die verhalen het verhaal van een land. Um, terwijl het, het gaat vaak over de panther, maar het gaat natuurlijk. Eigenlijk over die mensen zelf en over een grote verha verhaal. Kan je, um, wil je wat vertellen over die vorm? De keuze daarvoor? Ja, eigenlijk de film gaat over de schoonheid van het land. En daarvan eigenlijk heb ik één ding geselecteerd en daarover wil ik een verhaal vertellen. Het gaat over de bergen. Uh, in een film komt het ook voor uh, enige vrienden van Koerden zijn hun bergen, die altijd ons bescherming geven. Dit is voor mij eigenlijk hoofdkarakter van een film. Sadak is een gids, die maakt lange tochten in een verhaal. En zelfsprekend, hij komt mensen tegen en heeft een dialoog, heeft gesprekken met deze mensen. En iedere mens, zoals Sadak, zoals ik zelf, zoals andere Koerden die gevlucht zijn uit eigen landen, hebben een eigen verhaal. En Sadak verbindt deze verhalen allemaal met elkaar. En bijvoorbeeld een mooie scène, wat ik zelf heel erg uh, fan van ben, is um, in de bergen dat hij aan de rivier zit en een rivier heeft er ook een verhaal. Er komen kledingstukken allemaal voorbij en dat is het verhaal van een rivier wat die getuige is van die ellende wat wij mij gemaakt hebben, al die moorden enzovoort enzovoort. En ik ben een mosaïkverteller eigenlijk. Uh, ik probeer zoveel mogelijk verhalen bij elkaar. Verzamelen en uiteindelijk deze verhalen met elkaar te verbinden. En in dat geval is het Seddag die gis is, deze verhalen met elkaar verbindt en, en een, een lijn van maakt, een rode lijn van maakt. Ja. Je brengt ook jezelf in het verhaal. Met het verhaal over je opa, die die peshmerga was. Ja. Ja. Je bent ook te zien. Daar word je heel kwetsbaar ook van, misschien. En toch heb je ervoor gekozen? Het is een. Uh, kijk, ik, ik kom uit Koerdistan. En uh, zoals ik net zei, weet je, dit verhaal gaat over het gebied, de bergen. Uh, en ik ben ook een deel van deze verhalen. Uh, het is, een, het is een, ook voor mijzelf een zochtog geweest. Uh, heb ik heel lange gesprekken gevoerd met mijn producent. En uiteindelijk heb ik steeds elke keer uitgesteld. Elke keer uitgesteld. Elke keer. Dat was een lastige draaiperiode. Alle mod bij elkaar. Uiteindelijk heb ik. Het is iets heel persoonlijk, uh, kwetsbaar inderdaad. Maar ik heb nu, ik zeg zelf, het, is een, <laughs> het kop is eraf. Um, heb ik gedurfd met de steun van mijn crew, met mijn producent en de redacteur. Uh, dat hebben wij in ieder geval kunnen, <laughs> kunnen doen. En ik ben nog steeds emotioneel van als ik kijk. Het is iets persoonlijk, maar je bent ook een deel van die uh, verhalen. Dus ik vind toch uh, je hebt ook een relatie opgebouwd met jouw kijkers, mensen die jou volgen. Ik vind toch dat je uh, ergens moet wel iets mee moeten geven, waar je vandaan komt wat jouw ook persoonlijke motivatie is met deze verhalen. In dat opzicht is het goed gelukt. Uh, voor mij was het echt heel emotioneel en een heel zware moment. Uh, dit is ook een soort geschiedenis die we eigenlijk een beetje verborgen hebben. Nou, als wij het hierover hebben, dan <laughs> dat gebeurt automatisch. En een geschiedenis, eigenlijk, die wij meestal niet over willen hebben, ook in een familie, dat raak je. En daarom was het belangrijk om het erin te doen, niet alleen voor jezelf, maar om het de wereld te vertellen. Zeker, ja. Uh... Hele, pra hele praktische vraag. Hoe lang was je bij Sidic? Hoe lang uh, hebben jullie gefilmd eigenlijk? Um, Goede vraag. Ja, Ik hou nooit bij. Eigenlijk is dat een vraag voor producent <laughs> Jos de Putter. Um, ik denk dat wij in, in totaal vijf keer geweest zijn. Um, wij zijn één keer extra geweest omdat wij in een winter gek genoeg gingen niet sneeuwen. En toen uiteindelijk, wij zijn één keer extra geweest, waar uh, ik dacht, oké, okay, nu gaat het wel snijden. En vijf keer en elke keer, soms drie weken, maar soms twee weken. Ik moet wel bijzeggen, dat is wel te veel voor een documentaire. Uh, in, in een tachtig minuten film. Maar ik heb een producent, Joost de Putter, die is ook filmmaker, regisseur. En hij gaat helemaal voor verhaal. Hij zegt, als het dit nodig is... Dat je een verhaal kan vertellen, go, Houd eigen zaak, investeert in een film. Het is fantastisch om zo iemand te hebben en een, dat je je ondersteund voelt. En ja, niet elke producent gaat makkelijk hiermee om. Dan heb je dus heel veel filmmateriaal ook gehad, wat nog een uitdaging is als je gaat monteren. Zeker, zeker. Dus rijkdom. Uh, als je in een montage bent, dat je kan mij spelen. Dus uiteindelijk maak je film in een montagekamer. En als je met beperking montagekamer in betekent dat je ook met beperkingen oud montagekamer komt. Op dat opzichte ook ontzettend fijn geweest. Ja, heel mooie, bijzonder mooie shots wat Roy van Eymond gemaakt heeft. Ook geluid, Taco Drijfhoft. We hebben echt een bijzondere team, samen met Bert Jansen van Human, Jos de Putter, nou ja, Taco Drijfhoft en Roy, en een mooie crew. En dan ga je het werk. En dan uiteindelijk kom je bij Stefan uh, Kamp in de montagekamer uh, en maak je compleet. En ja, heel mooie keuzes hadden wij soms ook. Met een pijn in mijn hart, uh, sommige dingen moet je weglaten. Uh, als we over die schoonheid van de natuur hebben, schoonheid van een berg, schoonheid van een land. Ja, dan moet je heel consequent zijn en keuze maken. Ja. Dat heb je gedaan. Dankjewel Rebe voor het interview. Um... Succes met de film. Dank jullie wel.